Vanaf 2019 zijn leerlingen van het Montessori College uit Groesbeek onder leiding van hun leraar Max druk bezig geweest om een boot te bouwen. Zij willen de boot verkopen en de opbrengst is dan voor Stichting Energy for All. In januari 2020 kwamen enkele patiëntjes meehelpen de boot mooi op te pimpen. Hij zou dan ook in oktober te water gaan, maar door de toen geldende coronamaatregelen was dat niet mogelijk. Maar op vrijdag 12 november 2021 was het dan zover. Het lukte de burgemeester na de vijfde worp de boot dan ook echt te dopen. Kraanverhuur Bakker Groesbeek heeft geheel belangeloos het vervoer en de tewaterlating voor zijn rekening genomen en zelfs ook nog een hele mooie cheque aangeboden. Enkele leerlingen die meegeholpen hadden deze boot te realiseren, mochten hem natuurlijk ook uitproberen.